Dat mag, schatje. Zeg, Olay dan, dan moet jij het zijn. Ja, zo ging het. Zeg eens iets naar de kijkers, Ellie. Late night snacky. Friendship. Tattoos. Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag maandagochtend. De zon komt door, dus echt super leuk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar de zon komt daardoor in de hoek. Woehoe! Ja, echt super tof als de zon schijnt, want dat maakt mijn dag al altijd zo beter. Ook al is het super koud, want het heeft gevroren denk ik, want ik zie hier allemaal ijs buiten. Ja? Waar zijt jij? Kom eens hier. Hallo? Zeg hey iedereen. Ik heb me klaargemaakt, want ik ga nu de nagels doen. En na de nagels gaan wij naar Amsterdam vertrekken. En met wij bedoel ik mezelf en Celine. Want we hebben daar morgen een heel spannende en leuke opdracht voor Orange. Ik heb echt al keiveel zenuwen. Maar... Het zal wel lukken, denk ik. Het gaat wel chic worden en tof worden. Vandaag plannen we om een klein beetje te gaan shoppen. Of course. Want we moeten een badpak hebben voor morgen. En dat hebben we niet. En dan denk ik dat we eigenlijk gewoon gaan chillen vandaag in Amsterdam. En op de kamer en zo. We gaan zien. Maar ik neem jullie natuurlijk weer mee. Ik ga mijn katjes natuurlijk weer missen. Deze hier, Schmelly. Ik weet niet wat er is met Sheldon vandaag, maar die is heel ambetant. Die zit ook zo heel de tijd te janken. Maar ik weet niet wat hem wil. En dan deze hier, mijn meisje. Hè? Oh, u mag ik wel aaien, hè? Ja. Tot morgen, schatje. En mijn Milky. Waar is mijn Milky? Milky! Milky! Hey! Ik ga je missen, schat. Kom eens hier. Milks. Negeer me niet. Ik zal wel naar je komen. Oh, maar... Wat hebben jullie vandaag tegen mij? Ah, oké. Okay. Dag, schatie. Alrighty, ik zit in de auto. En ik ga nu vertrekken naar Harper's Beauty and Nails. Op de Geelse weg ligt daar. Dit zijn mijn nagels voor. En dit zijn mijn nagels na. En dit zijn mijn nagels. Ja. Dat willen ze niet zien. We gaan nu vertrekken naar Amsterdam! We gaan shoppen. Hè. Ja. Ik heb er al zin in! Ik ook. Ik heb zin om te shoppen! En ik heb honger. Oei, mijn auto was al gestart. Ik wou die opnieuw starten. Ik heb wel honger. Maar we hebben koekjes. En zelfs kunnen we wel ook iets halen aan het tankstation om te eten. Het is goed, hè? Roadtrip! Dus, oh, maar 2 uur rijden nog. Ah ja, dat was dichter van hieruit. Dat valt goed mee, zeg. Stop nummer 1. Celine wou per se naar de McDonald's. Ja, ik was het weer. Celine zei, oh McDonald's, gaan we. Ik zeg, oh nee dan, dan moet jij het zijn. Ja, zo ging het. Ja. We gaan iets doen, hè. Echt waar, elke keer als we in Amsterdam zijn, doen we echt iets zot. Oh ja, nee, het is al even geleden. De laatste keer hadden we een piercing laten steken in onze oor. Die bij ons allebei echt ontstoken was en pijn deed, dus die hebben we niet meer. Maar dat is wel een plaats die zelfs, ja. Niet van slechte steken. Het was echt wel een plaats die niet goed geneest. En nu gaan we Friendship tattoos zetten.
echt zo een shop ingelopen. En ze hebben plaats en het is een fatsoenlijke shop. Ja, we hebben opgezocht. Niks sketchy of niks vuil of zo. Dus het is echt heel fatsoenlijk. Ja. En we gaan tattoos zetten, hè. Wat het is, het heeft te maken met onze job, maar ook met de memories and together en zo. Maar dat zullen we straks laten zien. We gaan ervoor, hè. Deze keer heb ik Celine maar eerst laten gaan, want anders chickens die eruit. Nee, is niet waar. Eerlijk echt. Ja, nee. Dit is echt wel een minieke. Celine gaat voor deze plaats. Ik ga trouwens voor mijn voet. Dat is spannend. Ik vind het wel eng omdat ik nog niks ergens aan mijn voet of zo heb. Yeah. Ik heb alleen maar mijn handen, armen en mijn nek. Yeah. Dus ik weet niet hoe dat gaat zijn. We shall see. Okay, Celine is nu aan de beurt. Celine is eerst gegaan. Ze zijn nu bezig met Celine. Spannend! Ja, ziet er wel mooi uit. Celine is klaar. Yay! Oké, mijn beurt. Even if I wanted to, and I can't change. Even if I tried, my love, my love, my love, she keeps me warm. We hebben echt al zo lang gedacht van friendship tattoos en nu dachten we, oké, we gaan naar de tattoo shop en we gaan vragen of ze tijd hebben en we hebben het gedaan. We hebben dat trouwens hier gedaan bij, hoe noemt het, Classic? Ah, je ziet het niet, maar het is Classic Ink and Mods met MOD. Dus in zo'n heel klein steegje naast de Kalverstraat, denk ik. Iets met spaarpot. Ja, of zoiets, ja. Oké, alleszins zoiets. En nu? Let's go. Make some pictures and do some more shopping. Ik ben op bezoek bij Nick met een doormke erbij. Sowieso kebab en doorm. En ik heb plots twee heel goede vriendinnen gekregen sinds ik deze vast heb. En Ellie? Jonger? En Milka? Ik denk dat die dat ook wel lust. Ik denk het wel, hè. Hallo allemaal, ik ben Ellie. Hallo. Oh. Zeg eens iets aan de kijkers, Ellie. Wilt je weg van mij? Wilt je heel graag weg van mij? Ellie is een beetje hyper, hè? Oh ja, aardjes. Oh ja, ja, ja. Vind je dat leuk? Vind je dat leuk, een buikje? Oh ja, precies wel. Ja. Kom je ook kijken? Kom je ook kijken? De hondjes zijn altijd super blij om te zien, hè? Dat is kei grappig. Tutje, tutje, ja, tutje, ja. Pak het, pak het maar. Pak het. Pak het maar. Moet je iets drinken? Ja, iets lekker. Iets heel lekker. Iets heel lekker. Wat is lekker? Gin lekker. Gin is wel best lekker. Of 7-Up lekker. Of gin 7-Up. Heb je dat al eens geprobeerd? Nee. Wat is
proberen? Ja. Okay. Tijd voor een Jenneke, een FIFA en een betere avond kan er niet zijn zonder de vrouwen. Hè? We zijn aangekomen in de hotelkamer. Wij... Is het mijn jas? Ja. Ja. We slapen in Student Hotel in Amsterdam West, hè? Ja. Want er zijn er twee. Dit is de paal. Ja, dat was ook een Masha, haar vlog. Ja. Die was hier pas. In deze kamer, denk ik. Ja. Die had Masha, ook een... Die had ook, ja, die had ook wel echt een paal. Vlak naast haar bed. Ja, dat kan wel. En dan, ja, het bed. Bureautje. Een prikbord. Een tv. En ah, hier zijn wel zo... Dingetjes aan de kast. Oh, thee. We kunnen thee maken straks. Yes. Oeh, de badkamer is best nog wel groot. Niet dat we ons gaan douchen. We stinken liever. Yummy. Avondeten is geserveerd. Ik heb bloemkool met een sausje. En dan een Caesar salad zonder de Caesar dressing en zonder de kaas. Want alles was hier blijkbaar met melk en kaas, dus deze twee dingen niet. En Celine heeft rijst met een curry met lentils, denk ik, hè? Ja. Ja, yummy, smakelijk. Net lekker gegeten. En nu is het tijd om het plastiek ding van onze tattoos te doen. Hier is mijn plastiek ding. Want mijn tattoo is hier. Maar dat is moeilijk. Ik weet niet hoe ik dat ooit kan filmen. Hè. Daar. Dus we gaan het eraf doen. Hè. Ja. It's time. Ga het doen. Spannend. Heb jij handen gewassen? Ja. Ah, oké. Okay. Heb jij handen gewassen? Ja. Ah ja, daar strak wel. Ah. Oei, oei. Ik krijg dat er al niet goed van af. Doe dat er al van af, ja. Nee, dat is er al vanaf. Ik denk echt dat ze dat gewoon niet zien. Nee. Ja, zo niet, denk ik. Ik zit klaar. Ah ja, oké. Okay. Hier is het. Ah ja, je ziet dat terug. Oh, ik ben echt blij. Ja, yes. Het is mooi, hè? Ja, nog wel heel blij. Ik weet niet hoe ik die anders kan tonen. Zo. Waar is die? Ah. Oké, okay, mooi hè. Mijn heeft echt wel zo twee lijnen. Zit je? 1, 2. Oh ja. Maar ja, dat stoort er aan niet, denk ik. Ja, nee, dat stoort niet, man. Ja, het is trouwens toch te laat. Ja, dat is wel. Oké. Ja, nee. Die heeft gewoon twee... wegen. Ik vlieg in twee richtingen. Totally toe, hè? Ja, ja. Dat is wel echt mooi. Yes. Woehoe. We hebben nog een late night snackie gehaald. Bitterballen en frieten. En we gaan blind getrouwd kijken. Cozy! Yay! Oké, okay, jullie zien ons dus echt niet. Nee. Het is hier ook... Oeh, oeps, mijn gsm. Echt donker. Ik heb geprobeerd te schijnen. Ah, amai, dat licht. Oh, mijn ogen. Hey, ja, dat doet pijn. Ja. Maar wij gaan slapen. Het is... Wat is 12:30? Oh, nee. Lappen. Nou, wij gaan slapen. En wij zien jullie morgen. Slaap wel. Hey allemaal, ik ben juist thuis van mijn Nick. Aangezien dat de dames weg waren naar Amsterdam, hebben wij samen onder ons twee afgesproken om nog een beetje te werken. We hebben een projectje waar we samen aan bezig zijn, heel interessant. Plus gewoon een beetje onder de mannen zijn, hè. Wat FIFA spelen, gin tonics drinken en gewoon een beetje chillen. Kan af en toe eens goed doen, hè. Ik ben nu blij dat ik thuis ben, want het is koud buiten. Ik ben ook heel blij dat ik mijn auto in de garage kan zetten, dat ik een ondergrondse garage heb, want anders zat hij in de vrieskou en dan moet ik me 's morgens bevriezen. Daar heb ik geen zin in. Dus ik ben heel blij dat ik dat kan wegzetten en morgen in een redelijk warme auto kan stappen.
nu tijd om te gaan slapen, maar ik ga eerst nog één ding doen. En dat is het voorlezen van de comment of the... day. De comment of the day die ik gekozen heb vandaag komt uit onze video van de tattoo review, waar dat we al onze tattoos bespreken. Ik heb de comment gekozen van Jolien. Ze zegt, ik heb er eentje op mijn enkel. Die heb ik gezet na het overwinnen van schildklierkanker. Ten eerste een heel dikke proficiat, Jolien, voor het overwinnen van schildklierkanker. Ik ben super blij dat je er vanaf bent. En het is ook wel een beetje een comment misschien die mij nauw aan het hart ligt. Want mijn papa heeft ook aan schildklierkanker geleden, zal ik zeggen. Die is er gelukkig ook vanaf geraakt. Dus ik ben super blij dat het bij u ook heel positief is gegaan. Dus dankjewel voor de comment of the day. Wil je ook een comment of the day krijgen? Zet dan zeker een leuke reactie onder onze video. En misschien pakken we die ook wel uit voor de volgende vlog. Zo, dat was het weer voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Als jullie het leuk vonden, weet je wat je te doen staat. Hè? Steek 2 vingers in je neus. En dan zie ik jullie heel graag terug morgen in de volgende vlog. Tot morgen. Oh!